Hoofdstuk 10: Ioniserende straling, paragraaf 6: Medische beeldvorming. Dit is de eerste Röntgenfoto ooit gemaakt in 1895 van de hand van Anna Bertha Röntgen. De foto is gemaakt door Wilhelm Röntgen. En deze foto is uh, natuurlijk heel erg bijzonder, want voor deze tijd was het niet mogelijk om in het menselijk lichaam te kijken zonder het open te snijden. Dat is natuurlijk heel erg onhandig, want als er iets met je aan de hand is en artsen moeten je lichaam opensnijden, dan zorgt het voor allerlei risico's. Soms snijden ze je open en het is helemaal niet nodig. Of door het opereren raak je geïnfecteerd met een bacterie, wat nogal veel voorkwam tot en met de 19e eeuw. Dus het maken van een, een opname van het lichaam, om in het lichaam te kijken, om de medische behandeling daarop af te stemmen, is heel erg belangrijk. Een van de pioniers van radioactiviteit is Marie Curie. Zij won twee Nobelprijzen, één voor de natuurkunde en één voor de scheikunde. En in de Eerste Wereldoorlog was zij de drijvende kracht achter dit soort uh, voertuigen met mobiele röntgenapparaten. Daarmee ging ze langs het front samen met haar dochter, en langs het front uh, waren er natuurlijk soldaten die gewond waren geraakt. Die uh, werden in de, het voertuig gebracht en met het röntgenapparaat werd gekeken wat er aan de hand was. Vaak was er bijvoorbeeld een kogel of een granaatscherf ergens terechtgekomen. Met het uh, röntgenapparaat werd bekeken waar dat was en de arts kon dan uh, heel gericht opereren. Zo heeft ze echt uh, bijgedragen aan het redden van heel veel levens. Hoewel veel van die soldaten gewoon weer snel naar het front werden gestuurd om nog een keer beschoten te worden. Wat hier nou heel erg zorgelijk was, is dat Marie Curie merkte dat die röntgenapparaten wel eens zorgden voor brandwonden. Die röntgenapparaten waren gewoon niet zo goed. Die waren eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel fel, die zorgden voor een hele intense bundel. Dat zorgde dus voor een hele hoge stralingsbelasting. Voor de patiënt is dat niet zo heel erg nog hier, hoewel het beter vermijd kan worden. Maar voor Marie Curie en haar dochter was het wel degelijk erg, want terwijl die patiënt werd bestraald, Stond zij in de buurt van het apparaat samen met de arts om die patiënt te opereren. Dus Marie Curie liep hierdoor een enorme grote stralingsbelasting op. Tegenwoordig wordt dat allemaal slimmer gedaan. Als er een röntgenopname wordt gemaakt, dan mag je helemaal niet aanwezig zijn in de buurt van het apparaat. Uh, maar ook voor de patiënt is het belangrijk om de stralingsbelasting zo laag mogelijk te houden. En dat kan omdat die apparaten natuurlijk veel gevoeliger zijn geworden. In deze les zal ik verschillende beeldvormingstechnieken bespreken. Ten eerste twee technieken die. Niet te maken hebben met ioniserende straling. Dat zijn echografie en de MRI-scanner. En verder de röntgenfoto, die ik net al liet zien. De CT-scanner, de PET-scanner. En uh, tot slot leg ik iets uit over het Alara-principe. Het is handig om het boek ook nog gewoon te lezen en te bestuderen. Er zijn nog wat details die ik niet bespreek om het filmpje wat uh, korter te houden. En wat handig is om te weten is dat. In BINAS is een hele tabel, BINAS-tabel 29, waarin je verschillende technieken ziet, beeldvormingstechnieken en hun eigenschappen. Nou, een echografie zie je bijvoorbeeld hier, dit is een echo van een uh, zwangere, Met, daar zie je duidelijk een, uh, het ongeboren kind. En dat wordt ook wel een echoscopie genoemd. Dat maakt gebruik van ultrageluid, dat wil zeggen een hele hoge frequentie, korte golflengte. Dit kun je niet horen. Nou, de, de golflengte bepaalt de detail van de opname. Hoe korter die golflengte, hoe meer detail er mogelijk is. Als je nou kijkt naar de formule voor golven, golfsnelheid is golflengte keer frequentie, en als je je bedenkt dat de golfsnelheid in water hoger is, dan uh, zie je dat om een korte golflengte te krijgen, de frequentie heel hoog moet zijn. Nou, wat gebeurt er nou? Die geluidsgolven die breken. Eigenlijk tussen twee mediums. Dus tussen bijvoorbeeld het vruchtwater en het ongeboren kind. Dat zijn twee verschillende stoffen. En er treedt dus breking van golven op, maar er treedt ook wat weerkaatsing op bij die grens. En die weerkaatste golven gaan terug naar de detector en die meet eigenlijk tijdverschillen. Dus hoe lang duurt het voordat het weerkaatst? En zo kan er een beeld gevormd worden. En dat lijkt een heel klein beetje op de breking van licht. Hier zie je daar een simulatie van. Boven is er lucht en onder is er water. De lichtstraal gaat van lucht naar water. En bij het grensvlak, bij de, de grens tussen die twee, breekt de lichtstraal. Die is geknikt, maar er treedt dus ook op het grensvlak wat weerkaatsing op. De lichtstraal die hier doorgaat, door het water, die zou wel eens nog een grensvlak tegen kunnen komen en opnieuw kunnen breken. En ook die weerkaatste lichtstraal kan gedetecteerd worden. Nou, zo kan er dus een beeld worden gevormd. Dit is analoog dus aan wat er bij een echografie of een echoscopie gebeurt. De MRI-scanner uh, is ook een methode die niet gebruik maakt van ioniserende straling. Hier zie je een patiënt die in een MRI-scanner wordt uh, gelegd. En dan krijg je dit soort plaatjes. De techniek die hier wordt gebruikt heet Nuclear Magnetic Resonance, NMR. En omdat daar het woordje nucleair staat. worden sommige mensen daar zenuwachtig van. en daarom is er gekozen voor een andere naam. in de medische toepassing, namelijk Magnetic Resonance Imaging. Wat gebeurt er nou? Er is een zeer sterk magneetveld. Dat is die ring in het apparaat. Daar zit een sterke magneet. En de protonen in vooral waterstof. die richten zich naar dat magneetveld. Nou kunnen die protonen. In een soort aangeslagen toestand worden gebracht met een radiopuls. Dan gaan ze tegengesteld aan het magneetveld staan. En als ze dan terugvallen naar de grondtoestand, als ze zich dus weer naar het magneetveld richten, dan zenden ze straling uit, radiostraling, en die wordt gedetecteerd en daarmee wordt een beeld gevormd. Nou, dit proces zal ik demonstreren met een kleine simulatie die je zelf ook kunt uitvoeren op vet.colorado.edu. Dit is een simulatie van een NMR, een nuclear magnetic resonance. Uh, dit is de techniek die wordt gebruikt in een MRI-scanner. Je ziet een aantal waterstofatomen, of eigenlijk de kernen van die waterstofatomen, die gedragen zich als een soort uh, kompasnaaltje. En op dit moment is er geen extern magneetveld aanwezig. Dat betekent dat die kernen gemiddeld genomen even vaak naar boven als naar beneden wijzen. Aan de boven- en de onderkant van dit gebiedje zie je twee spoelen. Waarmee we dus een magneetveld kunnen aanleggen. Dat kan ik hier rechts instellen. Nu is het st de sterkte van het veld 0 Tesla. Als ik nou de sterkte van het magneetveld opvoer, bijvoorbeeld naar 2 Tesla, wat er dan gebeurt is dat uh, de meeste protonen, waterstofkernen, met het veld meebewegen. Dus in de richting van het veld bewegen. Uh, niet meebewegen, maar dus in die richting wijzen. Uh, dat is namelijk. De meest energetisch uh, gunstige toestand. Sommige zullen omgeklapt staan, dus uh, tegen het veld instaan. Dat kost eigenlijk energie. Maar de meeste zitten dus in de grondtoestand. Dat zie je hier rechts. Al die kleine kernjes staan hier in de grondtoestand. En daarboven zitten er maar een paar in de aangeslagen toestand. Dan kunnen we die kernen omdraaien met een radiobron, met radiostraling. Dat kan ik hieronder instellen. Ik kan hier de frequentie instellen van die radiogolven. Bijvoorbeeld. Uh, Zeg 60 megahertz. En ik kan het vermogen van die radiobron instellen. Hij staat nu op nul, dus dit doet helemaal niks. Als ik het vermogen naar nou opvoer, dan zie je die uh, lijnen. Die staan voor de radiogolven. En in dit energieniveauschema zie je dat wiebellijntje. Dat geeft aan wat de energie is van de fotonen in die radiostraling. Die is niet genoeg om de kern om te draaien. Nou weet je dat de energie van een foton hangt af van zijn frequentie. Als de energie niet genoeg is, moeten we de frequentie opvoeren. En dat ga ik nu doen. En je ziet, hij wordt groter en groter. Het is nog steeds niet genoeg. Er gebeurt niks. Pas als het precies gelijk is, of in de, echt in de buurt komt, dat is nu. Nu worden alle kernen omgeklapt. Dus die komen in de aangeslagen toestand terecht. En bij terugvallen gaan ze straling uitzenden. Dat is in het plaatje ook weergegeven. En als de. Uh, Uitgezonde straling nou uh, wordt gedetecteerd, dan kan je daarmee een beeld vormen van waar die kernen zitten die die straling uitzenden. Dit is het principe van een MRI. En je ziet wat heb je ervoor nodig? Een magneetveld en radiogolven. Dat zijn beide uh, ja, dingen die geen ioniserend vermogen hebben. De röntgenfoto. Hier zie je een röntgenopname van een knie die uit de kom is. En uh, je herinnert je misschien nog deze afbeelding waarbij de fotonenergie uitgezet staat ten, uh, tegen het aantal fotonen. Zo'n röntgenapparaat zendt dit soort straling uit. Alleen de straling met uh, lage energie wordt geabsorbeerd, want die zou anders volledig door je lichaam worden geabsorbeerd. En daar heb je helemaal niks aan. En dan hou je dus die doortrokken rode grafiek over. Nou, die straling wordt op je lichaam gestuurd en aan de andere kant wordt die dan weer gemeten om te kijken wat er doorheen komt. Zo krijg je een tweedimensionaal schaduwbeeld. Hoe meer straling er wordt geabsorbeerd, hoe witter de opname wordt. Dus dat is een soort negatief. En die absorptie die hangt af van hoeveel stof of weefsel zit er tussen de röntgenbron en de detector. Welk soort weefsel zit er, want dat bepaalt hoeveel er wordt geabsorbeerd. En het hangt ook af van de energie van de fotonen. Nou, vroeger werd er een fotografische plaat gebruikt en die moest dan worden ontwikkeld, dus dat duurde even. Tegenwoordig wordt er een detector gebruikt. Als je nu bijvoorbeeld naar de tandarts gaat en er wordt een röntgenopname gemaakt van je tanden, van je gebit, dan is de uitslag direct bekend. De tandarts ziet dan op de computer direct een beeld digitaal. Nou, wat is nou verder belangrijk om te weten? Dat is het zogenaamde MAS-getal. Dat staat voor milliampère seconde getal. Dat is eigenlijk de stroomsterkte keer de belichtingstijd. En dat bepaalt de kwaliteit van de opname. Want hoe groter de stroom, en dan hebben we het over de stroom elektronen die de röntgenstraling veroorzaken. Hoe groter de stroom, hoe meer fotonen, röntgenfotonen er ontstaan. Hoe langer de belichtingstijd, hoe meer fotonen uh, er zijn en hoe meer je dus belicht eigenlijk. Nou, dat MAS-getal bepaalt dus eigenlijk uh, ja, hoe fel de opname is. Als dat MAS-getal heel groot is of te groot is. Dan krijg je een overbelichte foto. Dan komt er overal zoveel doorheen dat ja, je ziet geen contrast meer ziet. Het bepaalt ook de dosis die de patiënt ontvangt. Nou, de röntgenfoto veroorzaakt een relatief lage dosis, maar is alleen geschikt voor hardere delen, dus botten bijvoorbeeld. En zacht weefsel is moeilijker zichtbaar. Soms wordt daarom gebruik gemaakt van een contrastvloeistof. Hier zie je een opname van. De bloedvaten in de hersenen waarbij er een contrastvloeistof is gebruikt. Dus dit is een röntgenopname met een contrastvloeistof. En die contrastvloeistof heeft een hogere dichtheid dan het zachte weefsel eromheen, dus absorbeert meer röntgenstraling. Overigens is deze foto weer omgekeerd van negatief, dus een positief. Dus hier is zwart, geeft aan dat er veel is geabsorbeerd. En daarmee kun je dus bloedvaten zichtbaar maken, dat heet een angiogram. Um, en daarvoor wordt vaak jodium gebruikt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld barium gebruiken als je het verteringsstelsel in beeld wilt brengen. Ook bij een MRI-scanner wordt wel eens een contrastvloeistof gebruikt. Die zorgt dan voor een verandering van magnetische eigenschappen van de weefsels waar die contrastvloeistof terechtkomt. Zodat de MRI-scanner daar een ander signaal op pikt. De CT-scanner, dat staat voor Computed Tomography. Dit is zo'n opname. En je ziet hier een, een foto van de buik. Je ziet darmen bijvoorbeeld. En een uh, CT-scanner maakt gebruik van een rundige foto, maar meerdere rundige foto's. En dat kun je vergelijken met dit spelletje, een nonogram. Die getallen die hier staan geven aan hoeveel vakjes er in elke rij of kolom aaneengesloten zwart moeten worden gekleurd. Bijvoorbeeld helemaal linksboven staat er 0,0. Dat betekent dat in die kolom en die rij geen enkel vakje zwart moet worden Gekleurd. Zo weet je bijvoorbeeld dat in het eerste vakje linksboven. niks moet worden ingekleurd. Dat is een wit vakje. Nou, dit kun je oplossen, dat is een puzzeltje. omdat je informatie hebt over elke kolom en elke rij. En als je het oplost, dan verschijnt hier de letter P. Dus die letter P is dan eigenlijk analoog aan het orgaan eigenlijk dat je wilt zichtbaar maken. En de cijfertjes, verticaal en horizontaal. Die zijn eigenlijk analoog aan de mate van absorptie van uh, röntgenstraling. Nou, om nou zo'n CT-scan te maken, worden meerdere röntgenopnamen gemaakt vanuit verschillende hoeken. De röntgenbron draait dan rond de patiënt en tegelijkertijd beweegt de patiënt door de scanner. Zo krijg je dus voldoende informatie over absorptie vanuit verschillende hoeken en richtingen en de computer berekent daaruit een driedimensionaal beeld. Eigenlijk dus analoog aan het oplossen van de puzzel hier rechts. Het nadeel is dat je dus wel een hogere dosis ontvangt als patiënt, omdat je dus heel veel verschillende röntgenopnamen maakt. Maar het voordeel is weer dat je dan zachtere delen zichtbaar kunt maken, dus ingewanden en zo. De PET-scan. Dit is een PET-opname van een lichaam. En je ziet onderin de blaas, die is heel erg rood. En je ziet het verteringsstelsel uh, oplichten en verder is het lichaam heel vaag zichtbaar. PET staat voor positron emission tomography. En het maakt gebruik van een tracer met een isotoop dat beta-straling uitzendt, beta-plus-straling. Dus dat zijn positronen. Een tracer is een stof die het lichaam opneemt, bijvoorbeeld een soort suiker. In die tracer is dan een atoom vervangen door een radioactief isotoop. Dat radioactieve isotoop zendt dus die beta-plus-straling uit. Die tracer wordt door het lichaam opgenomen. En waar die wordt opgenomen hangt af van welke stof het is. Bijvoorbeeld uh, met een suiker wordt het vooral opgenomen in uh, cellen die heel veel energie gebruiken. Dus bijvoorbeeld in de hersenen, maar ook in tumorcellen. Nou, de tracer gaat dan die betastraling uitzenden. Dat positron is dus die betastraling Beta plus. Dat positron uh, komt tot stilstand, dat komt niet zo heel ver, dat heeft met dracht te maken. En dan annihileert het met een elektron. Dat wil zeggen, het positron en elektron slokken naar elkaar op, verdwijnen. en er ontstaan twee fotonen, gamma-fotonen. Die gamma-fotonen worden ruggelinks uitgezonden. Dus als de een vooruit gaat, gaat de ander achteruit. En die worden gedetecteerd. En het verschil in aankomsttijd tussen die twee fotonen. ze worden tegelijkertijd uitgezonden. Het verschil in aankomsttijd bepaalt waar ze werden uitgezonden. Dus dan weet je dus. Waar is die tracer opgenomen? In dit plaatje zie je de werking nog een keer van de PET-scan bij dat groene stipje. Daar wordt die tracer opgenomen, zendt een beta plus-deeltje uit, annuleert met een elektron en dan worden er twee fotonen uitgezonden. Nou, rondom dat hoofd zitten allemaal detectoren. Twee detectoren lichten op en de aankomsttijd wordt gemeten en door de computer wordt dat uh, teruggerekend naar een beeld. Nou, Ten slotte wil ik iets vertellen over het Alara-principe. Je moet je voorstellen dat je dus allerlei beeldvormingstechnieken hebt die verschillende eigenschappen hebben, verschillende weefsels zichtbaar kunnen maken, maar ook een verschillende stralingsdosis veroorzaken. Nou, het Alara-principe staat voor as low as reasonably achievable. En dat wil zeggen dat het nut en noodzaak van de bestraling moet opwegen tegen het risico dat je loopt. Dus een arts zal altijd moeten afwegen Ga ik een CT-scan maken of kan ik iets anders kiezen? Is een röntgenfoto voldoende? Een arts zal nooit een CT-scan maken voor bijvoorbeeld uh, iemand die een botbreuk heeft. Nou, in BINAS-tabel 27d vind je wat informatie over stralingsbeschermingsnormen en in het rode kader staat nog wat belangrijke informatie. Ik zal het voorlezen. De individuele dosislimiet geldt in aanvulling op het voorschrift dat de blootstelling aan straling altijd zo laag mogelijk moet zijn als redelijkerwijs haalbaar. Dat is het Alara-principe. Dosislimieten hebben geen betrekking op blootstelling die het gevolg is van natuurlijke stralingsbronnen in de normale leefomgeving, blootstelling die men ondervindt als patiënt bij medisch-radiologische toepassingen en blootstelling van mensen ten gevolge van radiologische ongevallen. Ik zei al, in BINAS tabel 29 vind je al deze beeldvormingstechnieken terug en ik heb hier rood aangegeven alle stralingsdosissen uh, bij een röntgenfoto zie je dat het heel laag is, en bij bijvoorbeeld een CT-scan kan het heel hoog zijn. De samenvatting. Ik heb verschillende medische beeldvormingstechnieken besproken. En die ga ik hier niet samenvatten en herhalen. Maar wat belangrijk is, is dat elk van die methoden fysische eigenschappen van straling en materie gebruikt. Er is geen stralingsbelasting bij echografie en MRI. Er is dus wel een stralingsbelasting bij röntgen, CT, PET en tracers. Bij zo'n tracer heb je namelijk een radioactieve stof die in je lichaam uh, terechtkomt. En de arts kiest de methode op basis van de medische vraag en de noodzaak. Daarbij hou je dus rekening met het Alara-principe: altijd afwegen of de extra stralingsdosis nodig is. Dit was de laatste paragraaf van hoofdstuk 10 over medische beeldvorming.